Welkom bij een nieuwe aflevering van Game News. Het is vandaag 30 september 2024 en mijn naam is Chris. En er is heel veel nieuws, ook in verband met de State of Play van afgelopen week. Daar gaan we wel een beetje sneller doorheen, want ja, er zijn nog wat dingen die ik wil vertellen. En verder zijn er ook heel veel shorts online gekomen. Die kun je nog altijd eventjes terugkijken. Maar we beginnen vandaag met de gratis games die je kan downloaden op je PlayStation. Want zoals elke maand, ja, zijn die er. En ook weer deze maand. Ik wil nog wel eventjes doorgeven dat je moet wel een abonnement hebben natuurlijk op PlayStation Plus Essentials. En stop je daarmee, dan kun je ze ook dus niet meer spelen daarna. Deze maand, vanaf 1 oktober, komen uit Dead Space Remake, WWE 2K24 en Doki Doki. En dat betekent dus dat je nog vandaag, als je nog even heel snel bent en je kijkt deze video, kan je nog gratis de games Harry Potter, Quidditch Champions, Little Nightmares 2 en MLB The Show downloaden. Sucker Punch is van plan om meerdere spin-offs te laten uitkomen van Ghost of Tsushima. De directors daar hebben een interview gehouden met de New York Times. En wil je dit interview lezen? Dat kan. Link hier naartoe staat in de beschrijving. Let wel op, het is in het Engels en je moet even een account hebben, anders kan je niet inloggen. Afgelopen week is de game Ghost of Yotai aangekondigd. Die komt dan volgend jaar uit. Dat is dus ook een spin-off van Ghost of Tsushima. Het speelt zich alleen wel 300 jaar later af. Dat wist ik dan nog niet. En, dat was al eerder bekend, er komt ook nog een film uit. Ben ik ook heel erg benieuwd naar. De game Test Drive Unlimited Solo Crown heeft vandaag een dikke patch gekregen. Ja, bij de release van deze game zaten er heel veel foutjes in. Waaronder ook, best wel irritant vond ik dat eigenlijk. Frame rate problemen, in ieder geval drops en zo erin. Ja, dat was gewoon af en toe om zelfs een beetje misselijk ervan te worden. Nou ja, ze hebben in ieder geval een dikke vette patch uitgebracht en dat is natuurlijk goed nieuws. Vanwege de problemen hadden ze zelfs Season 1 uitgesteld. Nou, die gaat aanstaande woensdag nu van start. Ook goed nieuws. En ze zijn nog in dubio wat ze willen geven ter compensatie voor de eerste weken problemen natuurlijk. Ja, ze willen niet gewoon geld geven, zeg maar, om dan de hele experience te verklooien, om het zo te zeggen. Dus dat moeten we nog eventjes afwachten. Op 21 november komt er een DLC uit voor Star Wars Outlaws. Afgelopen week is Ubisoft natuurlijk best wel in nieuws geweest. Vanwege de uitstel natuurlijk van Assassin's Creed. Maar ook vanwege de problemen die er zijn op dit moment met Star Wars Outlaws. Veel dingen die werken niet helemaal prima en zo. Nou ja, ze hebben in ieder geval gezegd dat ze de komende weken veel patches gaan uitbrengen. Om de game zo snel mogelijk natuurlijk in orde te brengen. Want dat moet natuurlijk wel gedaan worden. Om vervolgens daarna meteen de focus ook door te leggen. Op Assassin's Creed. En daarom is het dus ook uitgesteld. Ze willen daar in ieder geval geen problemen mee krijgen. In deze DLC gaat Kay gaat een toernooi infiltreren. En dan komt ze tegen een gokker aan. En die kennen wij allemaal van de Star Wars films van 5 en 6. Namelijk Lando Calrissian. Op 21 november gaat de game ook uitkomen op Steam. Wel heeft Ubisoft gezegd van in de toekomstige games gaan we gewoon tegelijkertijd ook uitbrengen op Steam. Nu kwam dat heel vaak later. Er is een nieuwe trailer uitgekomen van Life is Strange Double Exposure. Ja, de hoofdkarakter hierin, Max, die wij kennen van Life is Strange deel 1. Ja, die onderzoekt de dood van haar vriendin Safi. En daarvoor gebruikt zij haar krachten. Zij kan in alternatieve tijdlijn kijken en of een alternatieve realiteit eigenlijk is het meer, en daarin leeft haar vriendin nog en daar gaat het in ieder geval het avontuur over. De game komt uit op 29 oktober op PlayStation 5, Xbox Series X en S en later gaat die ook nog uitkomen op de Nintendo Switch. De game Palworld is nu ook speelbaar op de PlayStation 5. Afgelopen week is dat aangekondigd op de State of Play. De game kwam al eerder uit onder Steam en op de Xbox en is dus nu ook speelbaar op de PlayStation. 8 maanden geleden speelden zo'n 2 miljoen mensen tegelijkertijd de game op Steam. En nu is dat helaas nog zo'n 15.000 mensen. Dus ik denk dat er in ieder geval verwacht wordt dat
er nu wat meer mensen de game weer gaan spelen. Wel zijn ze aangeklaagd, want ja, ze krijgen een rechtszaak aan hun broek van Nintendo. Ik moet je wel eerlijk zeggen, een klein beetje vind ik wat aan de late kant. Aangezien de game al 8-9 maanden oud is. Maar oké, ze moeten naar de rechter vanwege inbreuk op rechten. En dat heeft ermee te maken dat de game veel lijkt op Pokémon's. We gaan dat gewoon op de voet blijven volgen. De game Little Big Adventure Twinsen's Quest, de remake, gaat uitkomen op 14 november. En ik heb hier een hele lijst staan waar dat allemaal uit gaat komen. Op PC, onder Steam, Epic Games en GOG. Daarnaast PlayStation 4, 5, Xbox Series X en S, The One en Nintendo Switch. En op 5 december, ook leuk om te weten, verschijnt er een gelimiteerde fysieke versie voor de PlayStation 5 en Nintendo Switch. De game is een remake van de game uit 1994. Dan is het alweer tijd voor een remake, denk ik. In de game krijgt een wetenschapper controle over de bevolking door klonen en teleporteren. En speelt zich ook nog een keertje af op een andere planeet. Linkie naar de trailer staat in de beschrijving. Er gaat een DLC uitkomen van Astrobot. Ja, ook aangekondigd op de State of Play. Linkje ernaartoe staat in de beschrijving. Ergens in de herfst van dit jaar nog. 5 nieuwe speedrun levels en 10 nieuwe bots kan je saven. Ze komen onder andere uit Stellar Blade en Helldivers. 8 oktober gaat er een DLC uitkomen voor Diablo 4, geheten Vessel of Hatred. En in deze DLC kan je naar een nieuwe regio toe, namelijk naar Hantu. Moet even spieken. En je kan de nieuwe Spiritborn klasse gebruiken. En je kan daarmee met martial arts vechten. Dus onder andere karate, taekwondo, kickboksen. En je kan ook 4 guardians oproepen, namelijk Jaguar, Duizendpoot, Gorilla en Adelaar. Linkie naar de trailer. Ook in de beschrijving. Er is een release datum uitgekomen van Monster Hunter Wilds. Die was nog niet bekend. Afgelopen week op de State of Play ook getoond. 28 februari volgend jaar gaat dat worden. Linkie naar een trailer staat in de beschrijving. Uiteindelijk gaat de game gewoon uitkomen op de PlayStation 5, Xbox Series X en S en PC. Ook op de State of Play is de game Dynasty Warriors Origins getoond. De game gaat uitkomen in januari 2025. Linkie naar het trailer ook in de beschrijving. Verschijnt op de PlayStation 5, Xbox Series X en S en PC. Op de State of Play is ook de game Decapolis getoond. En die is dus uitgesteld naar 2026. Het gaat over een detectieve verhaal rondom de personage Harvard. En hij moet reizen tussen de fysieke wereld en de virtual reality wereld. Linkie naar een trailer ook in de beschrijving. En het laatste nieuwtje van vandaag gaat over Lunar Remastered Collection. Die is aangekondigd op de State of Play ook. Linkie naar een trailer is in de beschrijving. Het verschijnt in ieder geval lente 2025 op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X en S, Nintendo Switch en PC. En hierin moeten ze de wereld redden van een Magic Emperor. Er zal wel een hele lijst in de beschrijving staan van allerlei trailers. Check die allemaal eventjes. Like natuurlijk deze video. Laat een commentje achter. En tot de volgende game news. Bye bye.